the eye can see, a press of excited youngsters from all over the region are on hand for the return of Elvis Presley to Tupelo, Mississippi, the town where he was born. Elvis Presley heeft helaas nooit opgetreden in Nederland. En toch heeft de King of Rock'n'Roll meer te maken met ons land dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Dat heeft vooral te maken met deze mysterieuze man die op zoveel foto's naast of achter Elvis staat. Zijn naam? Kolonel Tom Parker. Onder zijn management groeit Elvis uit tot de grootste superster die de wereld gekend heeft. Kolonel Parker is bovendien grensverleggend als de eerste manager die het principe van merchandising op grote schaal toepast. Firms throughout the country have been begging for licenses to use the Presley name on their products. And to date, he is identified with the following: T-shirts, knit pajamas, pencils, purses, wallets, denims, gold-plated adjustable rings, socks. So I did my part, Elvis did his show, and we were lucky. Great talent. We had a great show and a lot of fun. De manier om popmuziek te verkopen, gewoon de great scale merchandising op die manier, dat is bij Colonel Parker begonnen. Hij liet in dezelfde fabriek I Hate Buttons maken en I Love Buttons. I Love Elvis Buttons. En op die manier kon hij niet alleen beide buttons verkopen, maar zette hij ook nog mensen tegen elkaar op, om het zo te zeggen. En was Elvis talk of the town. Hij was het onderwerp van gesprek. Colonel Tom Parker is going to allow to buy from Elvis. What kind? I think Elvis became a superstar because they were a wonderful team. Each one allowed the other to do the job that they did best. The Colonel had told Elvis that famous line, you know, you've got $1 million worth of talent, you sign with me and I'll make sure you get that $1 million. Well, he did that. Colonel Parker is er 22 jaar lang voor Elvis. Vanaf het moment dat de zanger niet meer is dan een regionale bekendheid in Tennessee, tot het moment dat Elvis dood wordt aangetroffen in de badkamer van zijn landgoed Graceland. As Elvis changed the music scene, Colonel changed the management scene by doing things that hadn't been done before as a manager. There wasn't anyone out there ahead of Elvis and the Colonel. They were the pioneers that were blazing the trails and they made it possible for these other people to come along behind them. Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat kolonel Parker werd geboren. Zoals hij zelf claimde, gebeurde dat in Huntington, West Virginia, als de zoon van een rondreizende circusfamilie. Maar niets is minder waar. Het verhaal van de man die aan de wieg van de rock and roll staat en een van de machtigste mensen wordt in de muziekindustrie, begint in het achterhuis van dit pand in Breda. In een tijd dat kolonel Parker nog gewoon luistert naar de naam Dries van Kuik. Meneer, mag ik u wat vragen? Weet u welke zeer bekende Nederlander hier is geboren? Nou, ik zou het echt niet weten. Kolonel Parker. Oh, hoe is het mogelijk? Is dat hier? Ja. Dat is hier, ja. De manager van Elvis Presley. Elvis, ja, ik weet het, ja. Oh, maar ik weet niet dat hij hier was. U kent dus Kolonel Parker. Weet u ook zijn echte naam? Nee, dat weet ik niet precies. Dries van Kuik. Die niet waar. Ja, echt een Hollandse naam. Hij was zeg maar toch wel een van de beroemdste Nederlanders wereldwijd, hè? Ja, nog steeds. Ja, wel. Ja, zonder meer. Mogen wij als Nederlanders wel een klein beetje trots zijn dat toch een stukje rock'n'roll hier in dit huis is geboren? Ja, natuurlijk. Want het geeft natuurlijk wel weer onze handelgeest die we hebben. Dat we talent weten te herkennen. Je zou kunnen zeggen dat Dries van Kuik ook aan de wieg staat van de moderne popcultuur. Ja, zonder meer. Zonder meer, ja. Ja. Juist door die ook toegankelijk te houden, breed te houden, als voorbeeld te kunnen laten zijn voor anderen. Noem het religieus te laten zijn in zijn fenomeen Elvis. Zeer zeker. Welcome to my world. Dit is het verhaal van Dries van Kuik. Een vrolijke Brabantse jongen die op een dag in 1929 spoorloos verdwijnt uit Nederland. Alhoewel hij dol is op zijn moeder, broers en zussen, vertrekt hij zonder afscheid te nemen. Zijn plotselinge vertrek roept nu, 80 jaar later, nog altijd veel vragen op bij zijn familie. Maar er zijn nog meer onbeantwoorde vragen. Wist Elvis dat zijn manager een illegale immigrant uit Nederland was?
Is dat echt de reden dat Elvis nooit buiten Amerika optrad? Wat klopt er van het verhaal dat Elvis Presley in 1959 op bezoek is geweest in Nederland met een geheimzinnige brief voor de familie van Kuik? En heeft de manager van Elvis werkelijk iets te maken met een onopgeloste moord in Breda? Voor het eerst krijgen we inzage in alle geheime politierapporten. Eén ding is zeker, tot zijn dood in 1997 ontkent Dries dat hij Nederlander is. En zijn familie wenst hij niet meer te zien. Nog altijd vragen zijn neven en nichten zich af wat toch het geheim was van hun beroemde oom. En voor het eerst praat ook zijn weduwe in Amerika over het zorgvuldig verzwegen Nederlandse verleden van Dries van Kuik, alias kolonel Tom Parker. Maar hij had toch een soort van geheim, zou je kunnen zeggen, maar daar komen we nooit meer achter? Nooit meer achter, nee. Nee, die heeft iets meegenomen in zijn graf, nee. Hij is dan beroemd en de mensen van Elvis Presley beroemd en bekend. En om hem hangt een mysterie, omdat niemand eigenlijk iets van hem weet. Wij hebben altijd gedacht dat hij een ontzaglijke grote angst had dat zijn verblijf in Amerika dat illegaal was. Daar gingen wij eigenlijk wel van uit. Maar dat dat eventueel ook tot consequenties zou kunnen hebben, zelfs als je Amerika niet verliet, dat je het land uitgezet zou worden. Hij was een buitenbeentje. Hij was in die tijd echt een vrijbuiter van begin af aan. Oh, Colonel's personality was so complex. Colonel was a genius, there's no doubt about that. And 90% of what you read about Colonel is fiction. Mick, als je nou zo naar deze foto kijkt, naar zijn ogen, wat zie je dan in die ogen van hem? Ik noem dat wijdse ogen. En de ogen spreken vol met wilskracht en toekomstversie, perspectief. Het is echt zo'n foto van hier ben ik en kom maar op. Kom heel de wereld aan. En dat heeft hij ook eigenlijk wel gedaan, hè? Ja, inderdaad, ja. Ja. Hij was zeer eigenzinnig en hij had een onnoemelijk eigen wil. En ik denk door die eigenschappen is hij geworden wat hij geworden is. Dries groeit op in een groot gezin. Er zijn 8 broers en zussen. Vader is stalhouder bij Van Gent en Loos. Een functie met behoorlijk wat aanzien in die tijd. Het hele gezin woont boven de stallen in een kleine woning. Met zijn vader heeft de jonge Dries geen goede band, maar hij is dol op zijn moeder. Hij kwam uit een autoritair gezin. In die zin, opa was de baas. Hè. Zijn vader was de baas, zijn wil was wet. En Dries luisterde dus never nooit. He said that he was a very active child. And he would wander away from home. He wanted adventure. He was always seeking adventure. Ondanks het feit dat Dries als manager van Elvis Presley een van de rijkste en meest succesvolle mensen wordt in de Amerikaanse muziekindustrie, heeft hij in Nederland weinig succes. Om een zakcentje bij te verdienen, verzint hij de raarste streken. Hij wilde altijd geld verdienen, hè? Van kleins af aan. Hè? En dan had hij op een gegeven moment dat hij een paar musjes gevangen en die had hij geschilderd. Hè? Dat was dus mussen geel spuiten. Dat zal van de Partij van de Dieren toch waarschijnlijk wel niet toegestaan worden. Als kanarie ging je die verkopen, hè? En dan was het wel zo dat er dan wel geklaagd werd door de kopers dat ze niet mooi floten. En daar werd dan gezegd van dat kwam door aanpassingsmoeilijkheden. De beestjes moesten nog een beetje wennen. Met een week of 6 zouden ze fantastisch gaan fluiten. En nou, daar was de koper ook weer gerustgesteld. In Breda maakt hij voor het eerst kennis met de showbusiness. Het Circus van Bever komt elk jaar haar tenten opzetten op het Kloosterplein tegenover het huis van Dries. Het wordt al snel zijn grote droom om ooit zijn eigen circus te beginnen. Want dat vond hij fantastisch, als je die beesten zag daar. En dan kon hij daar allerlei klusjes kon hij opknappen bij het circus op een gegeven moment. Op een jaar of 12 al begon hij eraan mee. Nadat Dries een kunstje in het circus heeft gezien met paarden, komt hij op het idee om zijn eigen act te organiseren. Daarbij maakt hij dankbaar gebruik van de paarden van zijn vader in de stallen onder zijn huis. Zonder toestemming te vragen, begint hij in het geheim de zware trekpaarden van zijn vader te trainen. En Dries die was stiekem naar beneden gegaan, toen was mijn opa weg. Toen is hij de paarden losgelaten en die heeft hij in de rondte laten lopen. En die is net zo lang bezig geweest en de stal duurde net zo lang bezig geweest dat ze rondjes gingen lopen. En hij stond in de zweep in het midden.
Dat waren de kinderen die hier rondom woonden, die op school zaten. En die kwamen voor een paar centen, mochten ze dan bij hem komen kijken. Maar het was niet gratis? En ik dacht, nee, dat was niet gratis. Dat was ook met Dries. Nee, dat was niet gratis. Hij werd ofwel baas van de kermis, ofwel baas van het circus. Dat was zijn wens? Dat was zijn wens, ja. Ja. En je zou kunnen zeggen dat hem dat is gelukt? In zekere zin? Ja, in zekere zin wel, ja. In zekere zin wel. Want heel dat Elvis gebeuren is ook een soort, in mijn ogen, een soort circus. Hey Ad, dit is zeker jouw Elvis Presley verzameling, neem ik aan. Nee, ik ben niet zo'n fan van Elvis. Ik ben meer van Marilyn. Maar hoe kan dat? Dat je zo'n grote fan bent van Marilyn Monroe? Ja. Terwijl je oom de manager is geweest van Elvis Presley. Ja, maar ik voel me toch niet verplicht, eerlijk gezegd. Ja. Dus ik heb zelf mijn voorkeur ontdekt. In het, toch eigenlijk ook in het triest afgelopen leven van Marilyn. Dus wat dat betreft is er wel overeenkomst tussen Elvis en Marilyn. Maar je bent nooit een fan geweest van Elvis? Nee, het was niet mijn soort muziek. Mijn soort muziek was Mario Lanza. Dat was een... Terwijl dat heel grappig is, in de 50e want, jaren. Want Elvis was een grote fan van Mario Lanza. Ja. Hij hield enorm veel van opera, dat weten heel veel mensen niet. Als jonge kerel in Breda weet Dries zeker dat hij een belangrijk man wil worden in de entertainmentwereld. Maar in 1925 staat hij nog ver van zijn grote droom. In dat jaar overlijdt zijn vader en kort daarna vertrekt hij naar Rotterdam, waar een oom van hem woont die in de scheepvaart werkt. Alhoewel Dries regelmatig zijn moeder opzoekt in Breda, schrijft hij ook een aantal brieven naar haar vanuit Rotterdam. Een van die brieven is nog altijd bewaard gebleven. Het is geschreven vlak voor zijn gehaaste vertrek naar Amerika. Beste moeder, ik heb uw kaart ontvangen en gelezen dat u het beter vond om geen pak te kopen. Dat zal ik dan niet doen. Ik zal eerst nieuwe schoenen kopen en een strooien hoed en in het najaar een regenjas. Moeder, als ik weer vuil goed heb, dan moet je dat vest, dat wollen, meesturen. Ik zal wel zien wanneer ik eens thuis kom. Dag moeder, tot ziens. Maar Dries komt nooit meer thuis. Zijn moeder zou hem nooit meer zien. En tot haar dood in 1958 zou Marie van Kuik in onzekerheid tasten over het lot van haar zoon. De vraag is waarom Dries zo plots en zonder iets mee te nemen vertrok. Want je zou kunnen concluderen dat Dries had dus toch wel, wat het ook is geweest, een soort van geheim. Ja, inderdaad. Ja. Dat was ook. Maar heeft u enig idee wat dat zou kunnen zijn? Ja, die moord. Op 17 mei 1929 vindt er een zeer gewelddadige roofmoord plaats in de Nieuwe Bosstraat 31 in Breda. Volgens de politiearchieven is het de enige moord dat jaar in Breda. Het misdrijf vindt plaats in dezelfde buurt waar ook de moeder van Dries woont. Het slachtoffer, Anna van den Ende, is slechts 23 jaar. Ze is op brute wijze met een metalen voorwerp op haar hoofd geslagen. De dader heeft daarna witte peper rond haar heen gestrooid, zodat speurhonden hem niet meer konden traceren. Het was dus echt een onopgeloste moord? Ja, ik denk dat er tot nu toe eigenlijk geen echte wezenlijke verdachte is geweest die dan die moord gepleegd zou hebben. Toen mijn oma op de Bosstraat woonde en in een steeg tegenover, daar zat Van der Ende, dat groentewinkeltje. En toen is die vrouw vermoord daar. En daar hebben ze geld weggehaald. En toen hebben ze een man met een gleufhoed hebben ze daar uit zien komen op de Bosstraat. En ja, dat was vroeger. Mensen die rollen veel in die tijd. En toen is mijn oom Dries een paar weken aan de hand was hij verdwenen. En toen hebben ze dat schijnt aan elkaar gekoppeld. Toen hebben ze gedacht, wat verdorie, dit heeft hij gedaan. Hij had geld nodig om naar Amerika te gaan. De politie zat eigenlijk op een doodspoor. Ja, voor zover ik weet heeft de politie nooit echt serieuze verdachte gehad waarvan ze verwachten dat hij inderdaad die moord gepleegd had. Op straat worden er liedjes gezongen over de moord. En al snel wordt er geroddeld dat Dries degene is die Anna van den Ende om het leven heeft gebracht.
Als dat zo is, dan zou deze moord een rechtstreekse link hebben met de carrière van Elvis Presley. The man did not have the personality of a killer, no. In fact, he was very, very soft and very sentimental inside. Ik weet 100% zeker, mijn familie kennende en mijn oom kennende van de verhalen van mijn moeder, dat hij dat niet heeft gepleegd, dat hij die moord niet heeft gepleegd. Het ellendige van geruchten is natuurlijk dat ze ja, toch altijd voor een gedeelte geloofd worden. Maar is er een kans dat het zo volgens jou, of is het echt helemaal bizar en niet mogelijk? Nee, dat kan ik. Ik kan dat absoluut niet bewijzen. Ik bedoel, kan het een niet bewijzen, kan het ander niet bewijzen. Dus, De feiten bevestigen het verhaal van de familie. Dries van Kuik wordt nergens in het politierapport genoemd. Bovendien verbleef hij dat voorjaar niet in Breda, maar in Rotterdam. Toch verdwijnt Dries op een bizarre wijze die doet denken aan een vlucht. Ja, hij liet eigenlijk een groot gedeelte van zijn kleding liet hij achter en zijn Bijbel en gedeeltelijk ook nog geld wat hij kennelijk gespaard had. Ja, niet al deze dingen zou je onmiddellijk achterlaten als je naar Amerika vlucht. Ik denk dat Nederland voor hem te klein was. Hij wou de wereld zien, hij wilde avontuur. En ik denk dat hij daardoor met de Noorderzon en met niks is vertrokken. Het verhaal gaat dat Dries met de Holland-Amerika-lijn de oceaan oversteekt. Maar de waarheid ligt een stuk minder rooskleurig. Colonel was on a ship that was brought to shore by the Coast Guard. Because it was carrying materials that were not legal. And he was simply a ship hand. And when they got to the United States, the Coast Guard turned loose the men on the ship because they knew the workers had nothing to do with the cargo. Basically, it was a smuggling ship or something? It was basically probably liquor, probably alcohol. Ergens in juni of juli 1929 zet Dries voet op vaste wal aan de oostkust van Amerika. Het kan bijna niet anders of hij treft het land op een hele andere manier aan dan hij zich had kunnen voorstellen. 1929. The financial house of cards collapses and the overinflated stock market plunges into a great depression. A financial panic grips the world. The Colonel had a very difficult time when he first came here. He had very little money. He didn't speak English. He told me he learned English by reading newspapers that people had discarded. He found them on the street? Or? He found newspapers in trash cans and places like that. And that's how he learned his English. Zonder de taal te spreken, of zonder geld of officiële papieren op zak, is het onmogelijk voor Dries om werk te vinden. Zeker nu het land getroffen is door de ergste economische crisis ooit. Tijdens zijn eerste jaren in Amerika leidt de jongen uit Brabant een zwervend bestaan en trekt hij van stad naar stad. Colonel was a hobo riding the rails, and he had some very, very bad situations where he was beaten, and it was a tough life. If one hobo had a few dollars, a stronger hobo might take it away from him. It was hard. Ergens in 1930 of 1931 treedt Dries in dienst bij het Amerikaanse leger. Door die keuze verliest hij formeel zijn Nederlandse nationaliteit. Naar zijn familie in Nederland stuurt hij in die periode nog geld. De betaalbewijsjes van $5 zijn nog altijd bewaard gebleven. Ook stuurt hij nog een aantal brieven naar zijn moeder. Een van de laatste brieven schrijft hij in 1932. Lieve moeder, hier is alweer een brief van mij. Ik hoop dat u die andere nog niet geantwoord hebt, want ik heb uw pakje ontvangen. Dank u zeer voor dat. Dat was heel aardig. Moeder, ik weet niet veel nieuws en ik heb op het ogenblik geen nieuwe portretjes. Ik zal u er nog wel een sturen in een paar maanden. Veel groeten aan de familie. Uw liefhebbende zoon, Dries. Daarna stuurt hij nog een enkele brief, die hij vreemd genoeg ondertekent met een andere naam. Toen mijn oma die $5 kreeg, toen heeft ze een paar brieven van hem gekregen. En naderhand heeft ze nog een laatste gekregen, hoor. En die was ondertekend met Tom Parker.
Dat vond ze heel vreemd natuurlijk. Ja. Toch zou deze ondertekening later een belangrijke aanwijzing worden om Dries weer terug te vinden. Na deze brief hoort de familie decennia niks meer van hem. Uit dit onlangs gevonden legerdocument blijkt dat hij in 1933 is ontslagen uit het leger. De legerarts stelt daarbij een ernstige diagnose: psychosis, emotioneel instabiel en depressie. De familie in Nederland herkent Dries op geen enkele manier in dit beeld. Nou, nee, geloof ik niet. Nee, psychopathische trekjes, nee. Nee. Nee, geloof ik pertinent niet. Nee. Ik bedoel, je kunt natuurlijk zeggen, het was toch wel een rare man... om daar nu onmiddellijk een psychiatrisch rapport op te plakken. Dat gaat me toch wel ver. Na zijn ontslag komt Dries via verschillende omwegen weer terecht bij zijn grote liefde... de circus- en kermiswereld. Aan de andere kant van de oceaan brandt zijn moeder elke week een kaarsje voor hem. Het is niets voor Dries om niks van zich te laten horen. Na een aantal jaren stilte vreest de familie dan ook dat hem iets ergs is overkomen in Amerika. De familie heeft beslist gedacht dat Dries niet meer in leven was. Ik denk zeker door het feit dat de Tweede Wereldoorlog inmiddels ook voorbij was. En misschien op die manier wel niet meer leefde. Marie van Kuik heeft nooit geweten wat er van haar zoon terecht is gekomen. Ze overlijdt in 1958. Een jaar later menen buurtbewoners een wereldberoemde zanger in de buurt van haar huis te zien. In zijn handen heeft hij een brief. De buurtbewoner van de Bosstraat die had een heel bijzondere auto gezien en daar zag hij iemand uitstappen. En dat leek sprekend op Elvis in die tijd. Het verhaal zou theoretisch kunnen kloppen. Elvis Presley was op dat moment in Duitsland in militaire dienst. Zo'n 3,5 uur rijden van Breda. Hij is nog steeds veel fanmail als hij gewend is. Well, in fact, Colonel Parker tells me that he thinks it is almost double fan club in New York. Maar wat voor persoonlijke brief zou de beroemdste zanger ter wereld willen geven aan de familie van Kuik? Niemand zal het weten. De mysterieuze bezoeker slaagt er niet in zijn bestemming te vinden. Op de Bosstraat was het sigarenwinkeltje van Van der Does. En daarboven woonde mijn oma. Maar daarnaast was een steegje. En Elvis die had op dat briefje staan dat de oma in dat steegje woonde. En die is in dat steegje en die heeft niet kunnen vinden. Die is teruggegaan. Als het verhaal klopt, dan had de familie van Kuik van niemand minder dan Elvis Presley gehoord wat er van hun Dries terecht was gekomen. Maar het verhaal klinkt te ongelooflijk voor woorden om waar te zijn. Maar de waarheid verzin je soms niet. Dat zou ruim 2 jaar later blijken als de familie door stom toeval op het spoor van hun verloren zoon komt. In 1961 krijgt mijn vader op een gegeven moment een telefoontje van mijn tante Nel. Dat ze in een foto, in een tijdschrift, een foto waarop Elvis te zien is staande in de opening van een treinwagon met een oudere heer achter hem met een hoed op. En de tekst daaronder dat dit Elvis is met de manager van Elvis Presley en zekere Tom Parker. Nou, toen ik dan Rosita kreeg, ik heb de dingen gekregen, toen dacht ik, nou, vast en zeker, ras echte Van Kuik. Ik zag het zo dat het mijn oom was. Iedereen was in rep en roer. Iedereen die... Ja, ze konden het niet geloven, maar het was wel zo. En ja, het is dan je broer die je ontdekt in een tijdschrift. En ja, het was een gekhuis. Dat kan ik me nog goed herinneren. Het lijkt te mooi om waar te zijn. De jongen van 12 ambachten en 13 ongelukken blijkt nu een succesvolle multimiljonair te zijn. Die bekend is in heel Amerika als kolonel Tom Parker, de manager van Elvis Presley. De familie kan niet wachten om hem weer in de armen te sluiten. Woensdag 11 januari 1961. Vandaag komt uit waar een spoorloos verdwenen Amerika, broer van mijn paps, dus mijn oom, uithangt. Sinds lang eigenlijk vermist blijkt hij nu manager van Elvis Presley te zijn. De broer terug, hoe is het mogelijk? En ja, mijn moeder die kan ik voor de geest halen alleen maar met tranen. Ach mijn broer. Die heeft wat zakdoeken versleten in die tijd.
De redactie van Rosita wordt gebeld en al snel pakt het tijdschrift uit met een groot artikel. Vanuit Nederland stuurt de familie enthousiast brieven naar het postadres van Tom Parker. Maar men krijgt niet de reactie waarop gehoopt wordt. Nou, daar kwam eigenlijk bijna geen reactie voor terug. Ze kregen een vlaggetje, een Amerikaans vlaggetje in een ding. En er zat een foto bij van hem. En verder niks. Dat had geen resultaat. En toen mocht mijn vader ook eens proberen om het zo te zeggen. Uiteindelijk is het Ad zelf die een brief opstelt. Hij typt het in het Engels en eindigt met een prangende vraag. Are you really my uncle? Vraagt Ad zich af. Zo'n 2 weken later ligt er een op zijn minst vreemd antwoord in de brievenbus. Blijkbaar geschreven door een secretaresse. Zaterdag 4 februari 1961. Alleen op mijn brief komt antwoord uit Amerika. Van mijn oom Dries van Kuik. Mr. Thomas Andrew Parker. Je hebt het eerste gedeelte van de brief, heb je de indruk dat iemand in opdracht van Tom Parker die brief geschreven heeft. En vervolgens dan in het laatste stuk van de brief gaat de briefschrijver over in de ik-vorm. Dries heeft de brief overduidelijk zelf getypt. Maar waarom probeert hij de indruk te wekken dat dat niet zo is? Ook kan Ad niet begrijpen wat zijn oom hem precies probeert te vertellen. Er stonden ook allerlei bezweringen in van, hè, van doe geen ondoordachte dingen, reageer niet te snel. Meneer Parker heeft enige tijd nodig om de boel op een rijtje te zetten. Het is een hele raadselachtige brief. Ik denk dat hij toch er erg mee in zijn maag zat met die ontdekking, dat hij daar niet helemaal op zat te wachten. Ondanks de vreemde reactie volgt er een uitnodiging aan Ad senior, de vader van Ad, om op bezoek te komen in Amerika. De verwachtingen van de familie in Nederland zijn hoog gespannen. Op 9 april 1961 komt Ad aan in Amerika, met als missie het familiemysterie rond zijn beroemde broer op te lossen. Het bezoek zou 10 dagen duren, waarvan hij de eerste dagen logeert bij een gezin in de buurt van New York. Zij regelen het contact tussen Ad en zijn broer Dries. Vanuit New York stuurt Ad nog een geluidsopname naar de familie in Nederland. Hier is jullie vader. Ik ben nooit vandaag in New York. En waar men hier overkomt, daar zal men nooit meer overkomen waar ik hier te zien krijg. Nou, dat valt Brussel, Amsterdam en Rotterdam bij je ziet. Met de enorm grote gebouwen, met de bioscopen, met de fantastische lichtreclames, de warenhuizen, de cinetages. Pas na een week reist Ad door naar Los Angeles, waar hij na 32 jaar voor het eerst weer oog in oog staat met Dries. Maar Dries gelooft niet zonder meer dat het werkelijk zijn broer uit Nederland is. Hij heeft mijn vader dus zorgvuldig bekeken en toen na enige bedenktijd zei hij, was hij kennelijk ervan overtuigd, ja, dat... Dat was toch zijn broer. Het feit dat hij zo wantrouwend was, ja, dat grenst natuurlijk aan paranoia. Tijdens het bezoek gedraagt Dries zich behoorlijk afstandelijk. Ad logeert niet bij zijn broer. Hij mag geen moeilijke vragen stellen. En even samen op de foto is al helemaal geen optie. Ook het feit dat Dries absoluut niet bereid was om met mijn vader op 1 foto te gaan. Ja, dat was toch wel. Dat had toch wel wat meer glans aan het bezoek gegeven, moet ik zeggen. En ja, take it or leave it. Als je dat niet aanstaat, ja, dan kun je het vliegtuig terugnemen eventueel. Hoe terughoudend Dries zich ook gedraagt, toch verrast hij zijn broer Ad met een uitstapje naar het huis van Elvis Presley in Bel Air. Op een gegeven moment werd Elvis bezocht. Die zat met een aantal mannelijke vrienden naar de tv te kijken. En Tom Parker deelde Elvis mede mijn vader presenterend van This is my brother. En dat werd door Elvis als de normaalste zaak van de wereld ook geaccepteerd. Ik weet ook niet, het kan gelegen hebben aan het tv-programma wat op dat moment liep natuurlijk.
was in ieder geval voor Elvis geen reden om onmiddellijk argwanend te worden van... Hey, heb je ook nog een broer? Daar heb ik nog nooit wat van gehoord. Bij terugkomst in Nederland blijkt al snel dat Ad er niet in is geslaagd om door te dringen tot Dries. De familie is erg teleurgesteld. Hij kwam meer terug met een boodschap van ik ben geweest. Maar Dries wil verder in contact. Ja. Dus dat was eigenlijk voor mijn moeder ook wel een domper. Zou je kunnen zeggen dat je vader uit Amerika is teruggekomen met een geheim? Ja, dat is niet ondenkbaar. In de jaren die volgen is er op een enkele kerstkaart na nog maar amper contact. Terwijl zijn Nederlandse familie een relatief bescheiden bestaan leidt, leeft Dries als de manager van Elvis Presley op grote voet in Hollywood en Las Vegas. Door de slimme deals van Dries verdient Elvis miljoenen. En uit dankbaarheid overstelpt hij zijn manager met cadeaus. One of the first big gifts that Colonel really enjoyed from Elvis was a golf cart. And he gave that to him when they were filming one of the pictures at the studio. And I have a picture of Colonel in his golf cart. He was so proud of that. He would go everywhere with that golf cart. He thought that was fun. Maar het duurt niet lang of de cadeaus worden steeds extremer. Op een dag krijgt Dries een telefoontje van Elvis om naar het vliegveld te komen. We were on the road, we were on tour. And he was very busy and he said, oh, is this really important? Oh yes, you've got to do this. And they went to the airport and Elvis said, you know, they were just looking around and then Elvis told him, this is your plane. It was amazing, it was wonderful. The one and only ride he ever took on this airplane, Colonel and I got in the plane, we flew to Palm Springs. When we got out, we started to walk away. And the pilot comes running after us, Colonel, what do you want me to do? Where do you want me to stay? What should we do with the plane? And he said, bring it back to Elvis. I can't keep it. Can't you see I love you? Please don't break my heart. De invloed van zijn uit Nederland afkomstige manager beperkte zich niet alleen tot zaken. In 1967 trouwt Elvis met Priscilla. Achteraf blijkt ook hier dat kolonel Parker de touwtjes volledig in handen heeft. I was sitting in the colonel's office in Palm Springs and he was kind of almost bragging about the way he set it up. Elvis was getting a lot of pressure from Priscilla's father. Because Elvis had said, when she's old enough and comes of age, we're going to get married. And her father was holding Elvis to those words. And the colonel called Elvis and says, listen, you know, for your image, you've got to marry this girl. Tot verbazing van de vrienden van Elvis blijkt het vooral kolonel Parker te zijn die beslist wie er naar de bruiloft mag komen. I think it was the colonel's decision because I've heard over the years that several people who were not invited, who were very close to Elvis, resented it very much and always held it against the colonel. He basically set the whole thing up. Een jaar na het huwelijk maakt Elvis een tv-special die bekend staat als de 68 Special. Het is een van de hoogtepunten uit zijn carrière. En het is voor het eerst dat kolonel Parker een groot meningsverschil krijgt met Elvis over de invulling van de show. De kolonel is dol op kerst en wil er één groot kerstspektakel van maken. Stel dat hij met de kerstspecial zou afgekomen zijn op tv, dan zouden de mensen hem toch echt gecatalogeerd hebben in het rijtje van de has-beens. Gelukkig was er dan toch nog de tegenwoordigheid van geest van Elvis zelf, die samen met de producer Steve Binder een akkoord heeft gesloten om er een echte rockspecial van te maken. Colonel was always upset, especially about the bordello scene in the 68 special. He didn't like it. He didn't like it for Elvis's image, but Elvis said it was okay, wanted it. The director said it was okay. And the TV network said it was okay. Uiteindelijk begrijpt ook de kolonel dat een kerstspecial echt niet meer van deze tijd is. Met moeite gaat hij overstag. De 68 Special van Elvis wordt een historisch moment in zijn carrière. Het is daarnaast de voorloper van de akoestische jam sessies zoals we die nu kennen. Well, that's all right, mama. That's all right with you. That's all right. I was there with my girlfriend and another friend from school. I enjoyed so much watching the reaction of the people, especially the women. And my girlfriend and I had 6 sisters. So I loved watching. I just couldn't believe the reaction. I loved Elvis. I grew up with Elvis.
And I just thought he was sensational, and he was entertaining, he was amusing, he was just the ultimate entertainer. He didn't have to do anything but go up there and stand there and look around, and people would just sit there and applaud, you know. He was amazing to see. Intussen vragen Amerikaanse kranten zich al vanaf eind jaren 60 af waarom Dries miljoenen aanboden afslaat om Elvis te laten optreden in Europa of Japan. Niemand weet dat Dries als illegale immigrant niet kan reizen. Tegen de media, maar ook tegen Elvis, verzint hij het ene na het andere smoesje om niet wereldwijd te toeren. When you coming to England? Coming to where? Excuse me. Coming to England? I don't know. Maybe in a year or so. Everyone keeps saying, you know, come on, when's Elvis coming over to England? It's headlines in the newspaper every week when you're coming, but you never seem to come. Yeah. Well, Colonel Parker has a bad back and so forth. Yes, sir. Yes, sir. And as soon as he starts feeling better, we'll probably come over. I can remember over the years sitting in my office at MGM Studios or at RCA later on and picking up the phone when someone would call and say, I'm an impresario from Japan. I want to offer Elvis $2 million to come over here and do one show. And our stock answer from the colonel, he's not available. We have no openings. You don't understand. I'm offering $2 million. He's not available. He was no longer a Dutch citizen. He lost his Dutch citizenship when he swore allegiance to our army and so forth. So basically, he was without a country. Uiteindelijk komt Dries met een ingenieuze oplossing om Elvis toch wereldwijd te laten optreden. On the radio, they were broadcasting President Nixon's speech. It was a first satellite broadcast, President Nixon. And Colonel said, Elvis is a worldwide star. Why not do a concert by satellite? And that started it. The first involves Elvis as the first performer to do a worldwide live concert via satellite. A real spectacular. All of this has been made possible by the joint efforts of a lot of people, and especially including Colonel Tom Parker. Elvis, again, my congratulations for this spectacular. Thank you, sir. Thank you. It's very hard to comprehend it, because in 15 years, it's hard to comprehend that happening, you know, how to all the countries all over the world via satellite. It's very difficult to comprehend. Aloha from Hawaii wordt op 14 januari 1973 live vanuit Hawaii uitgezonden over de hele wereld. Het is een enorm succes. Zo'n 1,5 miljard mensen zien de show en het is daarmee nog altijd de best bekeken tv-special aller tijden. Slechts weinigen weten dat dit beroemde concert een noodoplossing was van zijn uit Nederland afkomstige manager. Dat zijn toch briljante oplossingen. Eigenlijk voor een probleem van hemzelf. Maar daarmee zet hij ook de toon wereldwijd. Dus ja, briljant. That was his way of having Elvis touring the world, basically. Well, and it was the first. An entertainer had not been heard all over the world at the same concert. It gave Elvis a tremendous boost in his career and in his psyche that he could do something that huge, something which had never been done. And Aloha from Hawaii was a ball. It was the most exciting one event that I can remember in my years with Elvis and the Colonel. This is actually a picture of the Colonel in Hawaii, and he's out in the audience selling photo albums. And as you see, oh, this is during Aloha from Hawaii. This is just before the show. Yeah, looks very circus-like as well. Of course, he had a circus background. He would do probably the same, you know. Yeah, he did that in Vegas sometimes too. He'd come down. He'd set up a special table where he could have people coming out of the show, and he would be hawking hound dogs, for example. His circus background, which did begin in Holland, and he brought all that knowledge to America. And at every show we ever did, it was still that carnival circus atmosphere. Sure. So it's safe to say that
Colonel's background circus in Breda played a part also in Elvis' career? Yes, that's very safe to say. Rhythm guitar, John Wilkerson. Every time I heard my name on stage spoken by Elvis Presley, I was excited, of course. It meant that I had reached the top of my music career as far as I was concerned. Aan het eind van de show gooit Elvis als speciale toegift zijn met edelstenen bedekte cape in het publiek. I'm always surprised that during Aloha from Hawaii, he threw that cape in the audience. I know, he threw it, and I was standing out in an aisle, and the guy that caught the cape was only one row ahead of me. So if he'd have thrown a little bit farther, I would have caught it. Yeah. Iemand ving die cape op. Het was de sportjournalist van de Honolulu Star, die de cape enkele dagen later verkocht aan een verzamelaar. En die liet in zijn testament opnemen dat bij zijn overlijden de cape terug naar Graceland zou gaan. En daar ligt hij nu tentoongesteld. Aloha from Hawaii is een van de laatste hoogtepunten in de carrière van Elvis. In hetzelfde jaar scheidt hij officieel van zijn vrouw Priscilla. En vanaf dan gaat het bergafwaarts met zijn gezondheid. Net als zijn manager gaf Elvis vrijwel nooit interviews. Maar in juni 1977 geeft Elvis' vader in een zeldzaam gesprek openheid over hun relatie met kolonel Parker. So, Elvis got to liking the colonel and the colonel got to liking him. So that's where it started. Colonel Parker is an honest man. And I think that's where the big organization and the big togetherness comes, you know. Nog geen twee maanden later overlijdt Elvis Presley aan een hartstilstand in zijn badkamer in Graceland. Het nieuws schokt de wereld. Toen er natuurlijk uitgebreid op het overlijden van Elvis werd ingegaan, waren wij weer wel even alert om te kijken of Tom Parker nog ergens op een of andere manier in beeld kwam. Ik kan me voorstellen dat overlijden een keerpunt had kunnen zijn. Ik geloof niet dat we daar op dat moment van wakker lagen. We hadden eigenlijk wel de indruk dat het zo'n handige jongen was dat daar ook wel weer oplossingen voor van tevoren bedacht waren. Nu zijn werk met Elvis voorbij is, brengt Dries, alias kolonel Parker, meer en meer tijd door in de casino's van Las Vegas. 4 jaar voor zijn dood worden er beelden van hem gemaakt met een verborgen camera. Bijna iedere dag zit hij eenzaam urenlang achter zijn favoriete gokkast in het Las Vegas Hilton. De jongen uit Breda, die ooit zo zuinig was op zijn centen, vergokt door de jaren heen een fortuin. What is your estimate of how much he could gamble in one given year? Oh, God. How much he would gamble? I mean, millions, many millions. It was an addiction. I watched him at a roulette table. I watched him in 30 minutes time, he lost $500,000. Samen met Ed brengt Dries nachten door in het casino. Een van de taken van Ed is om de oude man te helpen het geld in de gokkasten te gooien. There would be two rows of slot machines and I would go along and put $5 in each machine and he'd follow me, pulling the handles and up one row and down the other. And you know, he'd win from time to time. He got a kick out of it. He liked that, yeah, he enjoyed that. And when you saw him lose $500,000, how did he react when he lost it? Didn't bother him a bit. He knew it was always more. Aan het eind van zijn leven is Breda uit zijn geheugen gewist. Dries van Kuik bestaat niet meer voor hem. Maar in Nederland is zijn familie hem nog niet vergeten. Zijn zussen worden oud, willen hem nog één keer zien. Ten einde raad wordt de Telegraaf ingeschakeld om contact te leggen met Dries. Als u iets tegen hem zou kunnen zeggen, Als ik mijn broer zou ontmoeten of zou ik hem zou zeggen, jongen, ik heb heel veel van je gehouden. Altijd. En ik denk nog elke dag aan je. En ik denk nog vaak aan je.
En ik wens je heel veel liefde toe. Vooral toen mijn moeder ook allemaal zat die weken voordat ze stierf. En dat ze zegt, ik wil onze Dries nog graag eventjes zien en zo. Toen dacht ik wel eens even, ja, godverdomme, heeft hij dat toch niet even gedaan met zijn familie? Hè? Hoe kijk je daar zelf dan op terug dat het, de missie niet geslaagd is? Vind ik voor mijn moeder heel triest. Had ik ze graag gegund. Maar ja, het heeft niet zo mogen zijn. Alle telefoontjes en brieven naar het Hilton Hotel hebben geen resultaat. Op 87-jarige leeftijd krijgt Dries een beroerte in zijn zwaar bewaakte huis in Las Vegas. De dag erna overlijdt hij. Alle grote Amerikaanse televisiestations brengen het nieuws. Maar bijna nergens wordt melding gemaakt van zijn Nederlandse afkomst. Colonel Tom Parker, Elvis Presley's legendary and very controversial manager, has died. The man who turned a Memphis truck driver into the king of rock and roll has died. 22 years, Colonel Tom Parker managed the career of Elvis Presley, helping the young singer break into television and movies, helping himself to a large share of Presley's vast income. Colonel Tom Parker was 87 years old. De familie in Nederland moet het nieuws horen uit de media. De rouwdienst wordt gehouden in het Las Vegas Hilton Hotel, pal boven het casino. I think we had five people eulogize the colonel. And the one that surprised me the most was the eulogy given by Priscilla Presley. The sun rises in the east, it sets in the west, and the colonel's somewhere working up another great promotion. There are just some things in this world that you can always count on. It seemed as though the colonel had always been there, and that he always would be. If Thomas A. Parker had never existed, how would each of your lives be different today? And simple ways and quiet nights and gentle days with you. Ja, dat vond ik erg natuurlijk voor Dries, maar nog erger voor mijn moeder. Want mijn moeder lag toen dat tijd in het ziekenhuis en ik moest het gaan vertellen tegen haar. Ja, dat was wel emotioneel, want mijn moeder was zwaar ziek. En niet altijd 100% bij kennis. Maar ik moest het er gaan vertellen en dat vond ik wel heel zwaar. Wat was haar reactie? Huilen. Huilen en ik kan me goed de woorden herinneren. Nou kan ik hem nooit meer zien. I remember him as the best friend I ever had. Als manager van Elvis Presley verdiende Dries van Kuik miljoenen. Hij had geen kinderen. En al snel werpt zich de vraag op of de familie in Nederland recht heeft op een deel van de Elvis-miljoenen. In de 22 jaar dat Dries samenwerkte met Elvis, verdiende hij tussen de 30 en 50% van diens inkomen. Er waren er wel een paar bij die dat wel wilden. Maar het is niet gebeurd. Nee. Het klinkt natuurlijk een beetje heel idealistisch als ik zeg van ik vind eigenlijk dat ik totaal geen moreel recht whatsoever heb op gelden die hij in zijn leven verdiend heeft. Ik bedoel, juridisch kan dat natuurlijk anders liggen, dat is zo. En wat ik er verder over wil zeggen, wij zijn wel door een aantal kennissen die ons er eigenlijk op gewezen hebben of we niet onmiddellijk een advocaat moesten nemen om daar toch nog te zien dat daar het nodig uit tevoorschijn te toveren was. Maar die waren strijdlustiger eigenlijk op dit gebied dan wij zelf. Quite as often as I could have. Het is een geweldig verhaal. Het is een geweldig mooi, geweldig verhaal. En dat blijft over 500 jaar, denk ik, misschien nog wel het meeste over. Dat je dan een boek gaat lezen over het verhaal van Colonel Parker en Elvis. Wat dan misschien weer anders is dan. Maar een geweldig mooi verhaal. Nu heb ik uit Amerika nog iets meegenomen. Heb ik gekregen van Loanne Parker, de weduwe van jouw oom Dries. Ja. Wat ik graag even geef. Ja, dat is heel fijn. Had je nog nooit gezien, hè? Had ik nog nooit gezien. Dat is
Wat betekent dat voor jou, dat je nu deze rouwkaart hebt gekregen? Van jouw eigenlijk toch ook een afsluiting van, ja, van een hoofdstuk. Nu meer dan 10 jaar later, na het overlijden van mijn oom. Maar ja, het is toch een zekere verwerking. Het einde van een hoofdstuk. Ja, het einde van een familiehoofdstuk. You were always on my mind. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling.